De Wiekse Berg, bekend van de ski- en crossbaan, wekt zorgen op bij de omwonenden. Volgens GroenLinks Wiegen zou de voormalige afvalstort zorgen voor een slechte kwaliteit van de grond en het grondwater. Omdat omwonenden gebruik maken van het grondwater, wil GroenLinks Wiegen dat er nu een onderzoek komt of de deklaag van de Wiegense Berg nog wel voldoet aan de eisen. GroenLinks Wiegen en omwonenden maken zich zorgen over de voormalige afvalstort in Wiegen, ook wel bekend als de Wiegense Berg. Hierbij zou de deklaag van de berg beschadigd zijn, waardoor er zorgen komen over de vervuiling van het grondwater. Vanwege de verouderde deklaag vraagt GroenLinks Wiegen zich af of de berg zich nog voldoet aan de eisen. De vuilnisstort is eind 80 jaren gesloten. Gesloten betekent dat er een deklaag overheen wordt gelegd. En daarna is die voor recreatiedoeleinden in gebruik genomen. Bekend is natuurlijk dat er ook een skigedeelte op zit. Maar het wordt ook veel gebruikt door crossers, fietscrossers, maar ook door motocrossers. Volgens Henry Thiemussen van GroenLinks Wiegen zouden de crossers die gebruik maken van de berg zorgen voor de schade in de deklaag. Er zijn nu dus veel onduidelijkheden en vragen over hoe veilig deze berg nou eigenlijk is. Omdat deze berg zo intensief wordt gebruikt door crossers, komen er sleuven en mogelijkerwijs ook beschadigingen in de deklaag. En de gemeente heeft nu toegezegd dit nader te gaan onderzoeken. Op dit moment is de mountainbikevereniging on hold gezet. Omdat eerst meer duidelijkheid moet komen over de berg zelf. En vervolgens bekeken kan worden van wat kan hier nou wel en wat kan hier niet. De gemeente Wiegen zal dus eerst onderzoek moeten doen of deze berg nou echt zo schadelijk en onveilig is als dat er vernomen wordt. Zo moet er naar verschillende aspecten gekeken worden. Dat de gemeente dit gebied kenbaar moet maken als een voormalige stortplaats. Dat de gemeente ervoor moet zorgen dat dit gebied veilig is. Dat kun je doen door grondwatermonsters. Maar natuurlijk ook kijken hoe de bodem erbij is, of de bodem vervuild is. En natuurlijk wat de kwaliteit van de deklaag is. Mocht het blijken dat die deklaag onvoldoende is, dan zal de gemeente ervoor moeten zorgen dat die deklaag weer actueel in orde is. We weten nog niet wanneer de gemeente het onderzoek zal starten naar de deklaag van de Wiegense Berg. Maar tot die tijd zullen de zorgen en vragen van de omwonenden zich nog voortzetten. De omwonenden van Alverna maken zich eigenlijk al heel erg lang zorgen. Want wat er in deze berg zit. Ja, schatzoeken zou ik hier beslist niet doen. Wat je hier allemaal aan zou kunnen treffen. Nou ja, daar lopen de meningen nogal over uiteen.